Hallo, 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 hallo. Ik ga even wachten tot er wat mensen binnenkomen. Voor deze live sessie. Hey, Lianne is er alweer bij. Hallo, Linda, hey, Femi, Suus, Sabine. Superleuk, ik zie wat bekende. Joyce, hallo. Ik voelde de inspiratie om wat marketinglessen van de afgelopen jaren met jullie te gaan delen. En ik dacht, weet je wat, ik doe twee vliegen in één klap. Ik neem hem hier op. Ik heb daar mijn scherm aan staan, met mijn webcam aan. Dus dan kan ik hem ook nog opslaan voor mijn klanten. Mijn intentie is wel om ondernemende vrouwen die mij volgen te helpen om te gaan groeien. En dat is natuurlijk de kern van alles wat ik doe, groei. En de tools die ik daarvoor gebruik, die deel ik heel graag. En vandaag heb ik een belangrijke marketingstrategie, waarvan ik denk, dit is echt iets wat te veel ondernemers nog links laten liggen, waar te weinig ondernemers wat mee doen. Dit is zo waardevol en ik denk dat het aan mij is om dan dit te gaan delen. Misschien handig om pen en papier erbij te pakken, om wat te noteren tussendoor. Jongens, dit is toch altijd weer even... Dat je denkt van, oh ja, ik ben live. Het is zo leuk, ik heb er zo zin in. Oké, ik ga gewoon van start. Dus weet dat je gewoon je vragen mag stellen. Dat ik daar op het einde eventjes op terugkom. Allereerst denk ik even goed om te vertellen. De meeste mensen die mij volgen, die weten wel wie ik ben en wat ik doe. Maar sowieso wel even leuk om nog eventjes wat achtergrondinformatie te delen. Ik richt me nu voornamelijk op vrouwelijke ondernemers. Als business mentor help ik ze groeien en dat doe ik met verschillende groeitrajecten. Onder andere MBB Mastery, mijn mastermind traject waar ik nu nog 3 plekjes voor heb. Die in september en oktober weer van start gaat, een nieuwe groep. En 1-op-1 coaching en wat lossere programma's. Onder andere mijn Insta branding programma. Er zijn hier ook een aantal deelnemers, zeg ik al, die ik ook ken vanuit mijn Insta branding programma. En dat is het groeiprogramma waarin ik ondernemers help om zichtbaar te worden op Instagram. En met personal branding aan de slag te gaan. En hoe je eigenlijk Instagram voor je kan laten werken, zodat je hier ook klanten uit krijgt en wat voor strategie dan bij je past. Dus echt het op zo'n manier in te gaan zetten dat het helemaal bij jou past en bij je bedrijf. En ik ben inmiddels bijna 10 jaar online onderneemster. Uit mijn hoofd, 8 augustus, heb ik mijn jubileum. Dan ben ik 10 jaar onderneemster. En dat wat ik nu doe, daar is het niet mee begonnen. Ik ben ooit begonnen met mijn allereerste bedrijf Follow Fashion, een online modeplatform. En vanuit daar heb ik met heel veel verschillende merken samengewerkt. Ook nog even leuk om te weten. Vanuit Follow Fashion ben ik daarna weer een healthy lifestyle platform begonnen. Dat was Follow Fit Girls. En vanuit daar heb ik nu nog wel een heel tof online programma Hello New You, waarin ik vrouwen help om lekker in beweging te blijven. Van al die workout video's die ik afgelopen jaar heb gemaakt. Dat even een zijstapje. Dus ik ben als coach ook, ik richt me vooral op ondernemers. Maar niet alleen maar op het stukje business, maar ook echt op het stukje mind en body. Want je bedrijf kan zo groot worden als jij bent, denkt en doet. En het is ook super belangrijk dat je een bedrijf creëert die past bij jouw eigen kernwaarden. En dat is mijn visie. En daarom, ik geloof gewoon echt in, als je het op die manier doet, dan gaat het echt moeiteloos. En dat is ook mijn kernwoord. Dan ga je gewoon merken dat het echt veel meer in een flow terecht gaat komen. Dus ook echt vanuit je hart ondernemen en luisteren ook naar jezelf. En het begon dus met Follow Fashion en Follow Fit Girls. En ik heb een tijd lang een bloggernetwerk gehad. Ik heb dus zelf heel veel met merken samengewerkt. In het begin met Follow Fashion was ik totaal niet zichtbaar zelf. Had ik een team van bloggers en had ik niet eens een foto van mezelf op de website staan. En ik dacht van, weet je, Follow Fashion, ik doe gewoon alsof we een heel groot platform zijn. Nou, dat was nog helemaal niet zo, maar ik deed het in het begin al wel zo. En ik denk ook echt oprecht dat dat ertoe heeft bijgedragen dat het in hele korte tijd zo succesvol is geworden.
Maar op een gegeven moment ging ik er een webshop bij beginnen. En toen had ik geen geld voor modellen. En toen ben ik zelf maar voor de camera gaan staan als model van mijn eigen webshop. En toen heb ik ook ontdekt wat personal branding voor je bedrijf kan doen. En dus ben ik zelf het gezicht geworden eigenlijk van mijn webshop. En was ik eigenlijk soort van de ambassadeur ook voor mijn eigen webshop. En dat was wel heel leuk, want in die tijd had ik ook een bloggennetwerk. En het is leuk om te vertellen met wat voor idee ik eigenlijk Follow Fashion ben gestart. Het idee was namelijk om een soort platform te ontwikkelen van en voor modeliefhebbers. Waarbij ik zeg maar de allerleukste webshops verzamelde, maar ook de allerleukste modebloggers. En waar je dat dan allemaal op één platform kon vinden. En want het waren allemaal leuke modebloggers. En ik had absoluut niet zelf de ambitie om zelf een modeblogger te worden. Om zelf mijn outfits te gaan fotograferen of wat dan ook. Helemaal niet. Maar juist om een soort van netwerk te creëren. Een platform waar mensen terecht konden voor inspiratie. En ook hun helpen te groeien. Dus de influencers helpen te groeien en de webshops helpen te groeien. En uiteindelijk is daar ook een heel bloggennetwerk vanuit gerold. En regelde ik dus onder andere ook samenwerkingen voor die bloggers met merken. Dus bijvoorbeeld met webshops waar ze mee samenwerkten. En uiteindelijk ging ik ook zelf samenwerken met bloggers die eigenlijk een soort van ambassadeur werden voor mijn webshop. En dat is eventjes de aanleiding waar ik deze live sessie over wil geven. Want ik ga het namelijk hebben over een eigenlijk een hele oude vorm van marketing. En ik ben benieuwd of je misschien al kan raden, naar aanleiding van deze introductie, wat is het nou een vorm van marketing die mega goed werkt en eigenlijk al jaren bestaat? Oh ja, Glenda, dat is inderdaad heel mooi. Ik heb ook even afgeleid. Wat is nou een oude vorm van marketing die eigenlijk al jaren bestaat, maar die tegenwoordig in een nieuw jasje wordt gestopt? Heeft iemand enig idee? Echt heel erg benieuwd. Ja, inderdaad, mond-op-mond reclame. Heel goed. Dat is natuurlijk een hele oude vorm van marketing eigenlijk, maar tegenwoordig in een nieuw jasje gestopt en onder andere bekend onder de term influencer marketing. En ik weet dat het woord influencer bij heel veel mensen een soort van weerstand oproept. En ik herken het zelf ook wel, want ik word ook wel eens influencer genoemd. En dan denk ik echt influencer, ik weet niet. Maar waarom eigenlijk? Waarom hebben we daar zo'n gevoel bij? Want eigenlijk zijn we allemaal influencers. We beïnvloeden elkaar allemaal, elke dag. Ik deelde er vorige week nog iets over op mijn stories. Ik was bij een verjaardagsfeestje van ons buurjongetje. En die had zo'n hele grote Milka-reep met Oreo gekregen. En echt, het water liep me al in de mond. En ik was de volgende dag in de supermarkt. En wat denk je wat er met mij meeging? Inderdaad, die reep Oreo ging mee. En onbewust was ik dus gewoon door mijn kleine buurjongetje beïnvloed om die reep mee te nemen. En weet je, zo werkt het natuurlijk ook als je met iemand op het terrasje zit. Als je op zoek bent naar een business coach. Iemand zegt, joh, heb je al eens bij haar gekeken? Toevallig had ik laatst nog weer een heel leuk intakegesprek voor mijn mastermind. En die zei, ik was bij die schoonheidssalon. En Yvonne, die vertelde over jou. Die had bij jou je MBB-traject gevolgd. En die was zo enthousiast. Die zei, joh, kijk eens bij Malou. En dat is natuurlijk hartstikke mooie mond-op-mond reclame. En ook topreclame. En eigenlijk dus ook een vorm van influencer marketing. Dus ik wil het even met je hebben over influencer marketing en hoe je influencer marketing nou kunt inzetten voor jouw bedrijf. Want ik kan me voorstellen dat je denkt van, oké, influencer marketing, dat is alleen weggelegd voor fashionbedrijven die met van die influencers gaan werken, die dan hun outfits op de foto zetten of met foodbloggers, weet ik veel. Maar eigenlijk, ik weet zeker ook voor jouw branche is influencer marketing echt een mega, mega kans. Maar je moet wel weten hoe je het inzet.
hoe kun je influencer marketing nou inzetten voor jouw business? En wat zijn nou eigenlijk de do's en de don'ts van influencer marketing? Nou, het draait allemaal om de no, like en trust factor. Als je het hebt over branding en als je het hebt over marketing. Dus hoe werkt een klantreis? Iemand gaat je volgen. Ik zag net ook personal branding werd opgenoemd bij een belangrijke vorm van reclame eigenlijk. Personal branding is ook een hele belangrijke vorm van een tool die je kunt toepassen. Of nou ja, is het een tool, een branding iets? Nou, maakt ook niet zoveel uit hoe je het noemt, maar waarom het zo goed werkt en wat ik dus zelf ook heb gemerkt toen ik een webshop begon en zelf voor de camera ging verschijnen en dus mijn bedrijf wel een gezicht gaf, dat was dat mensen er een gevoel bij kregen, want ze wisten ineens wie er achter het bedrijf zat. En dan gaat dus het stukje know, like en trust factor voor je werken, want ja, mensen gaan je herkennen, mensen voelen je energie, ze zien wie je bent en ze denken, oké, dat is een leuke meid. En je krijgt ineens dat mensen je inderdaad dus, no, ze leren je kennen, like. Als ze je leuk vinden, blijven ze je volgen. Nou, krijgen ze echt gevoel bij je. En vervolgens trust, je bouwt dus een vertrouwen op met je potentiële klanten. En die no, like en trust factor, daar heb je waarschijnlijk al wel eens vaker van gehoord, misschien ook niet. Maar dat is natuurlijk ook een mega belangrijk onderdeel van influencer marketing. Want wat doe jij bijvoorbeeld met influencer marketing? Je zet dus andere influencers, andere mensen, zet jij in om je bereik te vergroten, om nieuwe klanten aan te trekken, om je omzet te vergroten. En zeker voor ondernemers die nog niet zo'n groot bereik zelf hebben, is het een mega, mega kans om gebruik te maken van influencer marketing. Want je lift namelijk mee op de know, like en trust factor en op het imago van de influencer. En als je het hebt over influencers, dan heb ik het niet dus alleen over de, weet ik veel, de BN'ers onder ons, de grote influencers zoals Anna Nushin, noem maar op, Enzo Knol. Er zijn natuurlijk mega veel influencers die heel groot bereik hebben. Maar daar heb ik het niet alleen maar over. Sterker nog, een belangrijke tip die ik je nu al kan meegeven. Influencer marketing werkt mega goed met micro-influencers. Misschien nog wel veel beter dan met macro-influencers, de hele grote. Want wat is nou de kracht van micro-influencers? Dat is dat zij een relatief kleine bereik hebben, maar wel een vele betrokkenere doelgroep. Is dat een woord? Hun doelgroep is in elk geval veel meer betrokken. Ze hebben ook veel meer connectie met hun doelgroep, want de drempel is bijvoorbeeld veel lager om een kleinere influencer een berichtje te sturen dan een grote influencer. En je hebt dus als wat kleinere influencer heb je dus veel meer echte connectie met deze doelgroep. En zullen ze ook veel sneller iets van je aannemen. En gaan ze veel sneller. Ze hebben het gevoel dat ze een vriendin van je zijn. Dat ze je kennen. Ik word regelmatig tegenwoordig, en dat is echt mega awkward. Van het weekend nog. Ik was met mijn schoonfamilie op Texel. En ik begin helemaal te shinen hier zo. Ik was op Texel en ik liep daar een concept store in, of een heel leuk winkeltje in elk geval. En de vrouw achter de kassa, die keek me aan en ik dacht dus, oké, ik loop hier met mijn kinderwagen naar binnen. Ik wil eigenlijk even de kinderwagen ergens neerzetten. En ik dacht, oké, kan ik hem hier neerzetten? Is dat oké? En zij staat de hele tijd, ik voelde zo die ogen in mijn rug prikken. Dus ik keek zo en zij keek me recht in de ogen aan en ik zei, wat is er? Want ik dacht, ze gaat er vast niet oké vinden dat ik mijn kinderwagen hier neerzet of zo, want ze kijkt zo naar mij. En toen zei ze, oh ja, je zult het wel heel vaak horen, maar ik ben echt fan van je workshops en ik volg een online training bij je en ik vind je echt fantastisch. En super, super leuk dat ze het zegt natuurlijk, maar tegelijkertijd ook ja, heel onwerkelijk of zo. Dat ik denk van ja, er zijn zoveel mensen die mij volgen en ik word ook dus regelmatig nu herkend. Ook mensen die bijvoorbeeld online workouts volgen. Het voelt voor mij soms een cijfertje. Er zijn
weet ik veel, ik heb nu meer dan 35.000 volgers op Instagram. En ja, als je bedenkt dat je een groep van 35.000 mensen bij elkaar zet, dat die mij allemaal dus soort van kennen, dat is super onwerkelijk eigenlijk. Maar zij hebben dus het gevoel dat ze me kennen. En natuurlijk spreken ze me dan aan op straat, want ze denken van, oh ja, leuk. En ik heb dat hier in Groningen ook regelmatig. Er zijn nog heel veel mensen ook uit Groningen die me volgen. En dat is dus waarom je misschien nog wel beter met kleinere, en ik noem mezelf dan ook eventjes een micro-influencer, want ik heb geen honderdduizenden volgers. Tuurlijk, ik heb wel echt een goed bereik opgebouwd. Het is ook niet zo dat ik 1000 volgers heb, maar nou ja, in influencerland kun je nog wel spreken over micro-influencer. Maar al had ik inderdaad maar, tussen aanhalingstekens, 1000 volgers, dan nog kan ik interessant voor je zijn als, om mee samen te werken. En dat geldt dus ook voor heel veel andere mensen die wellicht wel heel interessant voor je zijn. Maar je moet wel de kansen zien. En het wordt hier helemaal donker. Het gaat straks denk ik echt helemaal los buiten. De bomen beginnen keihard te waaien hier. Maar ik ga lekker verder. En als je tussendoor vragen hebt, dus voor degene die nu live kijken, stel ze gerust, want ik ga zo meteen dan weer eventjes scrollen om de vragen te beantwoorden. Maar wat je dus doet, je leeft mee op het imago en de energie van iemand anders. Dus als je zelf nog niet een heel groot bereik hebt opgebouwd, hoe mooi is het dan dat je met iemand kan gaan werken die dat wel heeft? Die dus wel al een tijd met bijvoorbeeld Instagram bezig is, die een grote following heeft opgebouwd. En ja, waarvan de volgers echt het gevoel hebben dat ze haar kennen. Ik noem even een haar, maar het kan ook een hem zijn. En als zij dus vervolgens iets gaat vertellen over jouw product of dienst, want hey, het kan zowel voor producten als diensten, dan neemt die doelgroep neemt dat gewoon echt veel makkelijker aan dan wanneer jij out of the blue bijvoorbeeld heel veel geld gaat pompen in marketing, in bijvoorbeeld advertenties. Want ze kennen jou nog helemaal niet. Ze hebben nog helemaal geen gevoel bij jou. Dus dat is eigenlijk waarom het zo goed werkt. Waarom influencer marketing zo goed werkt. Omdat dus die influencers echt een connectie hebben met hun doelgroep. En zij hebben die know, like en trust factor echt opgebouwd. En hoe jammer dat daar nog zo weinig gebruik van wordt gemaakt. En ik merk zelf, ik word zelf echt tegenwoordig weer heel vaak benaderd voor samenwerkingen. En dat is hartstikke leuk. En eventjes een paar voorbeelden, waar kun je dan aan denken? Dan kun je denken aan HelloFresh die mij benadert om hun maaltijdboxen te promoten. Dan kun je denken aan fotografen die met mij willen samenwerken, die met me willen shooten, zodat ik dat dan weer deel en zij dan weer promotie krijgen. Dan kun je denken aan kappers die me benaderen, beauty salons die zeggen, joh, vind je het leuk om hier een keer te komen? Dan kun je denken aan webshops, bijvoorbeeld kledingwebshops, maar dus ook sinds ik moeder ben word ik benaderd door heel veel webshops met kinderkleding of producten. Dan kun je zelfs denken aan, ik heb laatst nog een hypnose sessie gehad van iemand die mij een hypnose wilde geven. Dus dat soort dingen, dus die zit echt in de dienstverlening, maar die kan, ja, als ik daar iets over ga delen, dan kan zij weer, dat was niet eens per se haar intentie, maar dan kun je denken aan een VA, mijn eigen VA, die heeft hier een hele leuke daily check-in, een soort planner voor de dag. En ik heb helemaal geen samenwerking met haar, maar ik vond het gewoon leuk laatst om dit te delen. En zij was helemaal verbaasd. Ze zei, Malou, ik heb nu in één dag zoveel bestellingen, dat krijg ik normaal gesproken nog niet eens in een maand. En ik had het echt heel subtiel, had ik het genoemd in mijn stories. Dus daar kun je dan aan denken. En dus wat voor branches is influencer marketing interessant voor? Ik kijk soms dus eventjes naar deze kant, omdat ik het ook hier opneem. Maar eigenlijk dus in allerlei soorten branches. Dus of je nou een webshop hebt, of je nou een coach bent, of je nou een beauty salon hebt, of je nou een interieurstylist bent, of een fotograaf, of een kunstenares, ik noem maar wat. Ik zie inderdaad kansen voor iedere branche, 100%. En ik ga zo nog wat voorbeelden geven ook,
En misschien is het leuk om achteraf in de Q&A nog te kijken of ik misschien wat met je mee kan denken. Hoe dat voor jouw branche dan zou kunnen werken. Maar laatst bijvoorbeeld deelde ik over mijn live dag. Ik heb binnenkort een live dag. Oh ja, dat is ook een leuke. Ook voor de vakantie, hoe noem je dat, de branche, zeg maar. Als ik word uitgenodigd, ben laatst nog uitgenodigd door een hotel om daar te komen slapen. Ik deel het in mijn stories en zij heeft gewoon allemaal nieuwe boekingen erbij. Terwijl ze net geopend was. En ja, dat is natuurlijk super mooi. Wat ze ook had kunnen doen is volle bak geld besteden aan marketing, aan Facebook advertenties of andere vormen van marketing. Maar dit is eigenlijk misschien nog wel veel slimmer. Ik heb zoveel te vertellen. Ik heb hier echt heel veel dingen nog opgeschreven. Maar ik moet eventjes bedenken dat ik... Oh ja, ik was dat voorbeeld aan het geven van Annette. Annette, fotograaf. Ik heb al een paar keer met Annette geshoot. En die heeft mij dus een shoot aangeboden in ruil voor dat ik haar dan tag als ik iets deel. En ik deelde laatst dat ik binnenkort weer een live dag heb met mijn masterminders. Ik heb dus een mastermind traject waarbij ik 5 of 6 ondernemers heel intensief begeleid om te groeien met hun bedrijf. En daar zoek ik een locatie voor een live dag. Dus dat deelde ik in mijn stories. En ik heb natuurlijk nu ook nog mijn MBB-traject lopen. Daar ben ik ook nog op zoek voor een locatie. Dus ik dacht, ik ga het eventjes in mijn stories delen. Want misschien krijg ik nog wel leuke input van mijn volgers. Hebben ze ideeën voor een leuke locatie? En mijn intentie is totaal niet om dan bijvoorbeeld benaderd te worden door een locatie die zegt van, joh, kom hier en ik wil wel met je samenwerken. Ik wil gewoon echt oprecht input, inspiratie voor leuke locaties. En wat gebeurde er? Annette stuurde mij een berichtje. De fotograaf Annette. Annette stuurt mij een berichtje die zegt, Malou, wat super tof dat je weer een live dag gaat organiseren. Heb je al een fotograaf voor dit event? Want ik ga met alle liefde, kom ik je fotograferen, kom ik je deelnemers fotograferen. Maak ik een leuke fotoverslag van de live dag, kun jij weer gebruiken voor je marketing. Ik denk, Annette, je bent de topper. Je bent zo, zo ontzettend slim dat je dit doet. Want dit is voor haar natuurlijk ook een mega kans om te gaan netwerken. Er zijn allemaal ondernemers op mijn event, op mijn live dag, waar zij ontzettend veel klanten kan uithalen. Ik heb mooie content voor mijn marketing. Ik ga het weer delen. Ik deel dat zij aanwezig is. Ik tag haar. En zo krijgt zij weer nieuwe klanten. En zij zegt ook, Malou, ik heb nu 2, 3 keer met haar geshoot, volgens mij. Even denken, klopt dat? 3 keer was zeg maar samenwerken. En 1 keer heb ik haar zelf ingehuurd. Heb ik haar mijn beste vriendinnetje verrast met een fotoshoot van haar hele gezin. En ook van ons samen als vrienden hebben we lekker gepicknickt. Dus dat had ik geregeld gewoon. Daar heb ik gewoon voor betaald. Dat was gewoon leuk. Dat wilde ik haar cadeau geven. Maar in totaal heb ik dus al 4 keer met Annette geshoot. En ik vind het leuk, want Annette ziet kansen. Annette is echt een ondernemer die kansen ziet. En die gebruikt dus influencer marketing op een hele slimme manier. Dus zij zet mij in als influencer om met haar te shooten en op die manier reclame voor haar te kunnen maken. Daarnaast, ik ga verder. Ik zal niet al te veel ingaan op alle samenwerkingen die ik heb. Maar een hele belangrijke die ik echt met je wil delen is dat ik wel zo ontzettend moe wordt eigenlijk van alle bedrijven die mij dagelijks benaderen en die dingen naar mij opsturen, omdat ze hopen dat ik er iets mee ga doen. En dat is eigenlijk de grote misser als je het hebt over deze vorm van marketing. Lukraak maar allerlei producten naar mensen opsturen. In de hoop, in de blije verwachting dat zij dan maar dingen gaan delen. En ik weet het, de wet van de wederkerigheid is er een die vaak heel goed werkt. En dit werkt ook in heel veel gevallen. Ik merk het ook bij mezelf. Als ik iets opgestuurd krijg, dan denk ik wat lief en wat leuk. En dan ga ik dat wel eventjes delen. Ik tag ze wel even.
in mijn stories. Maar onlangs heb ik besloten dat ik daarmee ga stoppen. Want het is namelijk niet eerlijk. Het is niet eerlijk naar mezelf toe. Het is niet eerlijk naar die persoon. En het is niet eerlijk naar de andere merken waar ik mee samenwerk. Die dus gewoon betalen voor het bereik wat ik heb. Want vergis je niet, het is niet een overnight succes wat ik heb. Zoals ik in het begin al zei, ik ben 10 jaar bezig. Ik ben 10 jaar bezig. Volgende maand besta ik 10 jaar als ondernemer. Hoeveel heb ik hier wel niet in geïnvesteerd? Ik heb zelf ook natuurlijk niet alleen de tijd erin gestoken. Ik heb er ook heel veel geld in gestoken. Ik heb zelf ook, mag je best wel weten, openheid is ook iets waar ik bekend om sta. Ik heb vorig jaar een ton aan marketingbudget uitgegeven. Een ton. En dit jaar zit ik al op de 60.000 euro aan marketing. Wat bedoel ik daar dan mee? Advertenties. Facebook en Instagram advertenties. En het klinkt misschien dat je denkt van wow, een ton, ben je helemaal gek geworden of zo? En ik wil deze vorm van marketing dan ook zeker niet uitsluiten, want het is ook een hele effectieve manier van marketing. Kijk, voor mij geldt het gewoon meten is weten. Als ik zie dat iets werkt, als ik een advertentie heb die werkt, ik stop er 1 euro in, er komt 2, 3, 4, 5 euro uit, dan kan het uit. Ik heb ook programma's die ik heb verkocht, waarbij ik bijvoorbeeld webinars heb gegeven. Daar betaalde ik inderdaad een paar euro per inschrijving voor mijn webinar. Maar als iemand dan mijn programma kocht van 1000 euro of in een aanbieding 700 euro, verdien ik dat natuurlijk makkelijk terug. Dus het klinkt misschien veel geld, maar ik heb dat wel weer terugverdiend. Maar door zoveel te gaan investeren, ook in marketing, word ik natuurlijk ook zichtbaarder en heb ik ook is mijn bereik natuurlijk ook vergroot. Dat is een heel groot deel is organisch de afgelopen jaren, maar ook een groot deel is gewoon omdat ik bereid ben om te investeren in marketing. En hoe oneerlijk is het dan dat iemand mij vervolgens iets opstuurt en verwacht dat ik maar gratis en voor niks daar eventjes wat over ga delen in mijn stories, waardoor zij vervolgens A, mega veel volgers erbij krijgt, en B, ook nog eens klanten daaruit haalt. Ik vind dat je moet beseffen dat dit gewoon goud waard is. Dat je bereid moet zijn om hiervoor te betalen. Omdat het je dus ook heel veel kan opleveren. En ik zeg heel vaak, when you pay attention. En zo werkt het ook met deze vorm van marketing. Dus influencer marketing. Als je net komt instappen, we hebben het over influencer marketing. Ook voor jouw branche een mega, mega grote kans om hier iets mee te doen. En dat wil niet zeggen dat je nooit moet gaan voor een barterdeal. En dat is dus een term die heel veel wordt gebruikt in deze wereld. De wereld van marketing en influencer marketing. Barterdeals. Wat zijn dan barterdeals? Barterdeals is dus dat je in ruil voor een gratis product of gratis dienst promotie krijgt. Dus dat iemand anders iets gaat delen, bijvoorbeeld op haar Instagram feed of in de stories of in YouTube. Ik heb het nu alleen maar even over Instagram en er zijn natuurlijk nog heel veel andere manieren. Ik heb met mijn blog heb ik natuurlijk heel veel samenwerkingen gehad waarbij ik gesponsorde blogs geef in ruil voor een vergoeding. En ook wel eens in de vorm van een vergoeding voor in ruil voor producten. En weet je, het is zo, als ik echt ergens behoefte aan heb en als ik denk van, nou ja, dat zoek ik toevallig of dat wil ik gewoon heel graag, ja, dan sta ik er wel eens voor open. Maar ik ben daar wel even wat strenger op geworden. Dus, en ik denk ook dat het misschien mijn taak is om ondernemers op te voeden hierin. Om ze bewust te maken van het feit dat het gewoon dat je hiervoor mag betalen, omdat het zichzelf terugbetaalt. Zie het als een investering. Zie het niet als een kostenpost. Zie het als een investering. En ik heb een heel mooi voorbeeld.
Sandra. Die heeft voor mij gewerkt. En zij heeft een online programma gemaakt. Een klein online programma voor startende ondernemers. En ik heb haar maandelijks, meer dan een jaar lang volgens mij, heb ik haar betaald voor haar diensten als virtual assistant. Dus zij heeft voor mij gewerkt als virtueel assistent, zoals ze dat tegenwoordig zo mooi noemen. En zij is vervolgens dus voor zichzelf een iets andere kant op gegaan, waarbij ze onder andere een online programma heeft gemaakt. En toen zei ze tegen mij, de week dat ze ging stoppen, zei ze, Marlou, wil jij dit delen in je stories? En mijn allereerste primaire reactie was, ja, tuurlijk, dat doe ik voor je. En ze zei erachteraan, zei ze, ik wil je er ook best voor betalen. En toen dacht ik, oké. Ja, ik was eerst geneigd dat ik dacht van, nou, weet je, dan doen we het anders op commissiebasis. Daar ga ik zo nog wat meer over vertellen. Dus een affiliate samenwerking, zo noem je dat. Dus dat ik iets promote voor haar in mijn stories. En dat bij elke aankoop, dus elke verkoop die via mij wordt geregeld, gerealiseerd, krijg ik een commissie van een bepaald percentage. Dus ik krijg daarvoor betaald. Dus dat ging even door me heen. Ik dacht, oké, zullen we anders gewoon een affiliate samenwerking doen? En toen dacht ik, nee, wat een onzin. Ik heb haar toch ook gewoon elke maand betaald. En goed betaald ook voor haar diensten. Ik zeg toch ook niet tegen haar van, nou, als je voor mij mijn debiteurenbeheer doet, dan in ruil daarvoor krijg je van mij promotie op Instagram. Of weet ik veel, producten of coaching. Vragen mensen ook wel eens aan mij. Nee, ik denk, ik heb haar ook gewoon betaald. Het is eigenlijk, je moet het eigenlijk zien als een energieuitwisseling. En geld is ook energie. Dus het is, ik vind dat het in verhouding moet staan. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus wat wil jij met influencer marketing? En wat wil je er tegenover zetten? En zorg dat het in verhouding staat. Zij heeft dus, we hebben het dus gewoon besproken. En ik heb haar wel wat korting gegeven. Maar ik heb wel gewoon een gewoon tarief gerekend voor de promotie. En in het kader van when you pay attention, wat doe ik dus? Zij heeft mij wat betaald. Oké, dan denk ik, ik moet haar ook echt goede promotie geven. Dus ik doe extra mijn best. En ze was ook helemaal flabbergasted. Ze zei, Marlou, deze stories die je voor mij hebt gemaakt en zo uitgebreid en ik ben je zo dankbaar. En dit had ik echt niet verwacht. Maar ik dacht gewoon, ja, zij betaalt mij, dus ik doe mijn best. En ik ga ervoor zorgen dat ze klanten krijgt. Nou, ze zei dus, ik mag eigenlijk geen aantallen misschien noemen, maar keer 25, laat ik het zo zeggen. Haar aankopen zijn keer 25 gegaan, haar aanmeldingen voor haar online programma. En ze had er mega veel volgers bij gekregen. En dan moet je je ook beseffen, als je er niet direct een sale uithaalt uit influencer marketing, maar alleen wat volgers, wees niet getreurd. Want, terugkomend op wat ik eerder zei, no like and trust factor, misschien kopen mensen nog niet direct bij je. Nee, want ze kennen je nog niet. Dus misschien hebben sommige klanten zijn echt heel erg, bam, ik koop direct. En sommige klanten hebben wat meer tijd nodig. Maar die zijn je wel gaan volgen. En misschien kopen ze over een paar maanden wel wat. Want dan zijn ze je gaan volgen op Instagram. Dan hebben ze een gevoel bij je. Dan zien ze wie je bent, waar je voor staat en wat je doet. En denken ze, hé, dat is een leuke ondernemer. Die gun ik het. Daar ga ik wat bij afnemen. Daar ga ik wat bij kopen. Daar ga ik wat mee doen. Dus ik zie allemaal hartjes voorbij komen. Heel erg leuk. Jongens, reageer eventjes in de chat ook. Of er dingen zijn waarvan je zegt van ja, hier heb ik wat aan. Of zo had ik het nog niet gezien. Of ik heb nog een vraag hierover. Maar influencer marketing is dus een hele betaalbare manier van marketing. Je kunt het dus gratis doen. Maar wees ook bereid om te kijken. Als een influencer wel geld vraagt. Wees bereid om die investering te doen. En
Meten is weten. Je kan ook zeggen van, weet je, we doen eerst een gratis testcase. In mijn geval doe ik dat niet meer, want dan denk ik, ja, heel leuk. Dan heb ik een keer eerst gratis reclame. Daar heb jij al honderden volgers erbij en zoveel tientallen klanten. En daarna ga je pas betalen. Dat voelt niet goed, snap je? Dat is gewoon, ik heb nu zoveel samenwerkingen gedaan. Ik weet gewoon, het werkt. En tegelijkertijd, influencer marketing is iets wat ik eigenlijk helemaal had losgelaten. Ik ben geen influencer. Dit is niet hoe ik mijn geld wil verdienen, maar ik ben wel een influencer. Snap je? Het is niet hoe ik mijn geld wil verdienen, maar ik wil ondernemers helpen groeien. Dat is wat ik wil. Dat is waar ik energie van krijg. En als dat is in de vorm van influencer marketing, naast coaching die ik doe, is dat helemaal oké. Wel ben ik heel kritisch op de merken waarmee ik samenwerk. Ik ga echt niet met iedereen samenwerken. Het moet bij mijn visie passen. Het moet bij mij als persoon passen. Ik moet erachter staan. En dat voelen mijn volgers. Dus zorg ook dat jij influencers zoekt die passen bij jouw merk. Die passen bij de merkwaarde. Die passen bij jouw merkbelofte. Die passen bij jouw ideale klant. Wie is jouw ideale klant? Ga eens kijken of je daar een influencer bij kan vinden. Wat voor eigenschappen heeft jouw ideale klant? Als je dat opschrijft, weet je al direct veel duidelijker naar wat voor influencers je moet gaan zoeken. Dus dat is in ieder geval een hele goede tip. Ga niet zomaar allemaal mensen benaderen. Ga echt eventjes een soort hotlist maken van influencers waar je mee wilt samenwerken. En waarvan jij denkt van ja, die sluit aan bij mij, bij mijn merk. En daar wil ik wat mee doen. Laatst nog werd ik benaderd door een bedrijf. Ik had iets gedeeld in mijn stories. En dat is ook nog wel een goeie. Nou, ik kan hier uren over praten. Ik heb zo ontzettend veel hierover te delen. Dat is echt niet normaal. Maar ik werd benaderd door een bedrijf met speelkleed. Ik heb hier heel veel voorbeelden van. Nou ja, in elk geval, dit was even een heel tof speelkleed wat ik had gekregen tijdens mijn babyshower voor Sun. En ik had het gedeeld en ik dacht, nou weet je wat, ik tag ze wel eventjes, gewoon vrijblijvend. Ik heb geen samenwerking met hun, maar ik weet dat anders mijn inbox weer volstroomt met honderden vragen waar ik een speelkleed vandaan heb. Ik tag ze wel even. En vervolgens had ik ook daar een Instagram post over gemaakt. En toen benaderden ze mij dus. Zeiden ze, ja, wil je ons ook taggen in je bericht? Waarop ik zei van, daar betalen merken, betalen voor een tag in een feed. Betalen ze gewoon een fee ervoor, een fixed fee. Want ja, daardoor groeien en dan krijg je meer klanten. En toen zeiden ze, weet je wat we kunnen doen? We kunnen je een nieuw kleed opsturen. Ga dan met dat kleed foto's maken. Willen we graag een foto van dat kleed in je woonkamer. Dan willen we een foto van dat kleed in de slaapkamer. En dat wij die foto dan mogen gebruiken. En daar willen wij €400 voor betalen. En dat je daar dan ook nog iets over deelt in je feed en in je story. En nou, ik ging er even serieus over nadenken. Ik dacht, wil ik dit? En toen kwam er achteraan. Oh ja, en we willen ook dan een winactie. Dus dat je het ook nog, dat we er ook een winactie. Dus ik stuur een voicebericht terug. Ik zeg, ik wil best wel kijken of ik voor €400 kan doen. Maar ik kan sowieso geen winactie doen als ik ook nog eens content voor jullie moet maken. Ze huren mij gewoon in als content creator. En dat is ook een tip. Als je met een influencer gaat samenwerken, het is echt zo'n mega win-win situatie. Want je kunt inderdaad gewoon vragen of ze mooie content voor je kunnen maken. Deze influencers, sommige influencers, dit is hun merk. Het zijn content creators. Dus zij hebben ervaring met fotografie, met fotobewerking. Ze weten hoe ze iets leuk moeten stylen. Hoe mooi is het als je bijvoorbeeld een interieurmerk hebt of wat dan ook. Dat influencers het in hun interieur gaan fotograferen. Daarmee creëer je veel meer beleving dan wanneer je het alleen in een studio fotografeert of alleen in je eigen woonkamer. Dus dat is ook nog even een mooie win-win.
Maar ik zei, ja, als ik dan ook nog een winactie moet gaan doen. Ik weet gewoon, ik deed eigenlijk helemaal geen winacties meer. Maar ik heb laatst een uitzondering gemaakt. En die klant was ook zo enthousiast. Die zei, Malou, ik heb gewoon, ik weet niet meer hoeveel het was. Maar ze had echt honderden volgers erbij gekregen. Misschien was ze, volgens mij was het iets van 700 of zo. En tientallen bestellingen. Ze zei, ik wil volgende maand weer een samenwerking met jou. Toen dacht ik, oké, ik moet mijn prijs verhogen. Want ja, dit is gewoon mega waardevol. Ik stel mijn bereik beschikbaar. Met een winactie stel je natuurlijk als voorwaarde. Volg mij en volg die andere partij. Dus zij kunnen gewoon, bam, 1-op-1 van mijn doelgroep, wat voor een deel overeenkomt met hun doelgroep, kunnen ze er volgers bij krijgen. Mega, mega relevant. Als jij deze volgers wil krijgen door middel van Facebook of Instagram adverteren, ben je vast en zeker meer geld kwijt. Laat die maar even tot je doordringen. Dus, je kunt het op heel veel verschillende manieren natuurlijk inzetten. Maar weet dat het echt een win-win-win-win-win-win-win-win situatie kan zijn. Content creatie, iemand creëert content voor je. Je leeft mee op het bereik van iemand. Je kan eventueel bijvoorbeeld ook nog gaan adverteren. Dus dat je een afspraak maakt van, oké, jij deelt dit in je stories. En ik wil ook nog, ik noem maar wat, €500 beschikbaar stellen voor marketingbudget. Dus dat heb ik ook wel eens gedaan. Toen ik nog echt met als influencer mijn geld verdiende, zeg maar. Merken dus mij betaalde, zodat ik dus die post ging sponsoren. Dus dat mijn gezicht werd dus gekoppeld aan hun merk. Pearl heb ik het onder andere voor gedaan. Brillenmerk. Dan kan ik direct eventjes een brilletje erbij pakken. Om te laten zien hoe ontzettend slim ik er dan uitzie. Maar zij hebben dus mij benaderd. En ze wilden graag mooie foto's van hun brillen. Dus ik heb mega veel flatlays voor ze gemaakt. Die zij gebruikten in hun Instagram feed. Daarnaast wilden ze graag foto's met mijn gezicht erop. Dus ze hadden direct een model. Dus je hoeft geen duur geld te betalen voor modellen. En ze vroegen mij ook nog, mogen we dan die foto gebruiken om reclame mee te maken? En daar heb ik wel extra geld voor gevraagd. Want ja, hey, mijn gezicht wordt ervoor gebruikt. Ik heb ook een tijdje nog als freelance brandmanager gewerkt. En daarbij huurden we ook gewoon modellen in. Die moesten we ook gewoon afkopen. Dus als ze die bijvoorbeeld voor social media een jaar lang wilden gebruiken, betaalden we deze fee. Als we ook nog voor bijvoorbeeld print media wilde gebruiken, betaal je weer een extra fee. Zo werkt het. Dus je hebt gratis modellen, of gratis, je hebt een model, niet gratis, want weet dus dat het heel veel waard is. Als je zo'n campagne opzet, een betaalde campagne opzet, met modellen, met een fotograaf, met een marketeer, ben je veel meer geld kwijt. Dus het is gewoon zo'n ontzettende grote kans. En ze gebruiken dus mijn gezicht, dus ze liften mee op mijn expertstatus eigenlijk, of mijn imago, die ik heb opgebouwd om dat aan hun eigen merk te koppelen. Het is toch mega slim? En ik weet zeker dat jij dit ook kan gebruiken. Krijg je nu al ideeën terwijl je hiernaar luistert voor jouw business? Laat het even weten. Krijg je ideeën voor jouw business? Of heb je misschien nog wat vragen? Zeg je van, Malou, kom nog even met wat voorbeelden. Want daar heb ik er genoeg van. Belangrijk in elk geval is, als je aan de slag gaat met influencer marketing, maak duidelijke afspraken. Zet de afspraken op papier. En meten is weten. Dus het werkt bijvoorbeeld heel goed om met een kortingscode te werken. Of bijvoorbeeld met een affiliate model waarbij je dus met een commissie werkt. Met een bepaalde link waarbij rechtstreeks wordt gemeten. Als er iets wordt aangekocht via de influencer, zeg maar. Kun je dat direct zien. Dus dan weet je precies hoeveel sales je er ook uit hebt gehaald. En met kortingscodes kan dat natuurlijk ook. Dus bijvoorbeeld HelloFresh heb ik nu een samenwerking mee. Ik krijg een kortingscode. En zij kunnen natuurlijk precies zien hoe vaak die kortingscode is gebruikt. Je kunt verschillende strategieën gebruiken als het gaat om influencer marketing.
Je kunt kiezen voor de korte termijn variant of de lange termijn variant. En ik heb ervaren dat een lange termijn samenwerkingen het beste werken. Want dan, dat is sowieso veel betrouwbaarder. Want ja, ik laat het vaker voorbij komen. Dus ik zal even, misschien moet ik eventjes een voorbeeld geven van een andere branche. Want ik heb nu natuurlijk mezelf steeds als voorbeeld. Maar heeft er iemand eventjes input als je zegt van, nou, dit is mijn, zo wil ik influencer marketing. Want dan kan ik jou even als een voorbeeldcase gaan gebruiken. Misschien is dat wel even prettig. Gratis coaching hier. Hey. Maak hier gebruik van, zou ik zeggen. Normaal gesproken betalen mensen hier geld voor. Voor deze kennis en coaching. Dus pak je kans en typ eventjes als je zegt van, nou, dit is mijn case die ik heb voor je. En anders verzin ik zelf een case als jullie te verlegen zijn. Nou, ik zie in elk geval hier nog een vraag tussendoor die ik toch even rechtstreeks ga beantwoorden. Vraag van Manon. Hey Manon, superleuk dat je meekijkt. Hoe kom je op de prijzen die je gaat hanteren of worden gehanteerd door influencers die je wilt gaan inzetten? Bedoel je dan de influencers, zeg maar als influencer zijnde, hoe je je prijzen hanteert of hoe je erachter komt wat de prijzen zijn of wat je zelf zou kunnen gaan betalen? Er zijn allemaal formules voor. Ik weet dat bloggernetwerken en mediabureaus die werken met, soms met formules. Tenminste, dat is eigenlijk een beetje achterhaald. Vroeger was het namelijk zo, oké, als je zoveel bereik hebt, dan is het gemiddeld dit. En dan kun je dit vragen per viewer. Dus in de blogperiode was het nog per viewer van je blogpost. Dan betalen ze dus per view. Maar eigenlijk ben ik het daar niet helemaal mee eens. Dat is net zo als het feit dat ik geen voorstander ben eigenlijk van uurtje factuurtje. Want zoals je weet werk ik voor mijn coaching ook met trajecten. Ik ga niet zeggen wat het per uur... Je betaalt gewoon voor de waarde. Wat is het waard? Wat is het waard om, nou ja, in bijvoorbeeld in mijn coaching door jou gecoacht te worden? En bij influencer marketing geldt dat natuurlijk ook. Je kan zeggen van, nou weet je, we maken afspraken. Als ik er zoveel volgers bij krijg, nou, dit zou ik sowieso niet doen. Dan betaal ik je per volger dit. Maar ja, de influencer heeft waarschijnlijk een mediakit. Vraag gewoon om een mediakit. Met de tarieven, een tariefkaart die erin zit. En zij weten wel een beetje wat ze kunnen vragen. En niet iedere influencer weet dat. Sommige influencers hebben geen idee en die doen het gewoon lekker in ruil voor gratis producten of in ruil voor gratis diensten. Heb ik ook vaak genoeg gedaan. Maak daar dan ook dankbaar gebruik van, zou ik zeggen. Want ja, dat kan werken. Maar bedenk ook vooral, wat is het jou waard? Wat is het jou waard om, om deze promotie te krijgen? Deze zichtbaarheid, deze aandacht. En bedenk ook vraag sowieso statistieken op. Dat is ook nog een goede tip. Dus iemand kan wel heel veel volgers hebben, maar sommige mensen hebben ook volgers gekocht. En is de engagement rate heel erg laag. Dus ga kijken naar de engagement rate. Dus dat houdt in hoeveel... je hebt daar tegenwoordig tools voor online. Dus dan kun je gewoon bijvoorbeeld bij Instagram een Instagram... engagement calculator. Vul je een Instagram naam in en dan gaan er allemaal motoren achter de schermen gaan zijn werk doen. En dan kom je erachter hoeveel engagement iemand heeft. Dus dat betekent hoeveel er ook gereageerd wordt. En nou, in plaats van dat, je ziet soms wel eens, hè, mensen met 10.000 volgers en er reageren 5 mensen onder een post. Ja, daar heb je niet zoveel aan. Dus doe wel even wat research voordat je zomaar met iedereen in zee gaat. Even kijken. Ja, ook lokaal. Zeker weten. Ook lokaal heeft het zin. Ik krijg hier een mooie vraag. Ik werk heel lokaal. Heeft het dan ook zin? Ja. Zoek iemand in je netwerk die een bereik heeft.
binnen de straal waarin jij werkt. En dan moet je dus misschien niet denken aan hele grote influencers. Maar juist inderdaad aan een lokaal iemand die een bereik heeft. En die zijn er vast. Er is vast iemand die een bepaald bereik heeft die binnen jouw doelgroep past. Misschien iemand waar je ook mee zou kunnen samenwerken. Versterk elkaar ook. Dus ja, in het geval van een Pilatenstudio, misschien is er een coach die een beetje in jouw netwerk ook zit. Die ook weer klanten heeft. Die een keer iets over je gaat delen. Ja, dat werkt natuurlijk mega goed. Dus ook die zin. Ik weet zeker dat je nu ook met je Pilatenstudio ook mond-op-mond klanten krijgt. Wat kan dus nog meer werken? Als je zegt van werkt het lokaal ook? Klanten inzetten. Zet gewoon je klanten, je bestaande klanten of je ex-klanten in. Als influencer / ambassadeur, wat voor woorden we er ook eventjes aan koppelen. Heb je daar al eens aan gedacht? Dus het werkt natuurlijk beter als iemand anders zegt hoe leuk het is om bij jou te zijn. Om bij jou een klant te zijn. Dan wanneer dat elke keer zelf zo hard roept. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een model waarbij je dat je klanten bijvoorbeeld beloont voor als ze een vriendin lid maken. Ik noem maar wat. Dat zou heel goed kunnen. Even kijken hoor. Een maaltijdservice en catering. Gezond dagelijks eten. Laten we dat eventjes als voorbeeld nemen. Daar zijn natuurlijk zoveel mooie dingen voor te bedenken. Inderdaad, ga op zoek naar een influencer die iets heeft met voeding. Dus schrijf gewoon eventjes op, gezond dagelijks eten. Wat zijn nou dingen die jouw ideale klant denkt, doet? Waar is die lid van? Waar koopt diegene? Dus maak even een profiel van die persoon en ga op basis daarvan op zoek naar een influencer. Wat kun je dan doen? Dan kun je dus inderdaad een influencer bijvoorbeeld zeggen van het lijkt me leuk om samen te werken. Laten we een lange termijn samenwerking doen. Dat heeft persoonlijk mijn voorkeur altijd, want dan zien ze het dus vaker voorbij komen. En een mens heeft gewoon gemiddeld zoveel keer contactmomenten nodig voordat ze besluiten om te gaan kopen. Er zijn klanten die bij mij komen, die één keer naar mijn podcast luisteren en die direct denken van, wauw Mlou, jij bent een goede coach, ik moet bij jou iets gaan doen. Maar er zijn ook klanten die zeggen, nou, ik heb je nu een jaar gevolgd en ik voel je energie al een tijdje, maar nu ga ik eindelijk iets met je doen. Dat is prima. Dat is, dus zo werkt het wel vaak. Mensen hebben in elk geval vaak wel eventjes wat tijd nodig. Daarom werkt het goed om lange termijn samenwerking aan te gaan. Oh, ik ben zo bang dat je over 5 minuten stopt. Volgens mij kun je maar een uur live op Instagram. Help! Dus lange termijn samenwerkingen. Maak afspraken. De ene keer gaat diegene laten zien dat ze een catering van jou hebben besteld. De andere keer gaan ze iets vertellen over je. De ene keer doe je een feed post, de andere keer een winactie, de andere keer iets in je stories. Maak duidelijke afspraken. Dus zorg dat je van tevoren afspreekt hoe vaak er gedeeld wordt. Ik ga nu echt ratelen, want ik denk echt, oh my god, ik heb nog 4 minuten. Maak dus duidelijke afspraken, zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent. Maar probeer het niet te veel in te kaderen. Want als jij de influencer te veel kaders meegeeft, het moet authentiek zijn. Dus laat diegene ook gewoon lekker losjes en op de eigen manier doen. Want die volgers voelen het dan veel meer. En dan werkt het allerbest. Oké, ik heb heel veel tips gegeven. Ik kan opnieuw live gaan, inderdaad. Ik ga sowieso dan nog wel een keertje live als ik eruit geknikkerd word. Een uurtje max, inderdaad. Oh my god. Anders kun je het niet opslaan, inderdaad. Dat is ook nog een goeie. Oké, weet je wat? We gaan nu even live. We gaan nu even stoppen. Ik ga er opnieuw in. Zodat jullie, dan doen we nog even een stukje Q&A. Waar heb ik het over? Influencer marketing. Oftewel andere mensen inzetten om jouw product of dienst te promoten. Dit is een manier van marketing die mega goed werkt. En ik ga nog heel eventjes, voordat we doorgaan naar de Q&A. Hey Marel.
Dankjewel. Hoe leuk dit. Marel is vaker bij mijn live sessies. En eigenlijk is het inderdaad zo lang geleden dat ik live ben geweest. Vergeet het nooit meer, Marel, dat ik jouw naam verkeerd uitsprak. Ik zei Marel, want hij zei het is Marel. Dat blijft in mijn gedachtes. Hey Rielle, mijn tattoo buddy is er ook. Rielle en ik hebben zelf een mooie tattoo van ons sterrenkindjes. Dus, mocht je het net hebben gemist, ik geef nog even een recap van de tips die ik heb gegeven. En dan doen we nog even een korte Q&A. En dan heb ik nog een leuke actie die ik met je wil delen. Eventjes in een notendop. Wat heb ik het afgelopen uur gedeeld? Eigenlijk is het de oudste vorm van marketing, oftewel mond-op-mond reclame, werkt mega goed. Bij influencer marketing hoef je niet alleen maar te denken aan macro-influencers, dus influencers met een mega bedrijf, bereik, maar ook influencers die een kleiner bereik hebben. Juist dat werkt vaak heel goed, omdat ze een hele betrokken doelgroep hebben en echte connectie met hun klanten. No like and trust factor is wat het zo waardevol maakt. Degene die jij in gaat zetten als ambassadeur, influencer, hoe je het ook wil noemen, heeft dit opgebouwd en dat is mega waardevol. Daar kan jij op meeliften. Je kan meeliften op het energie, op het imago van deze personen, waardoor jij kan groeien in je eigen bereik, in je omzet, in je klanten. Het geldt dus niet alleen maar voor influencers of voor de branche fashion, want daar is het natuurlijk bekend van de modebloggers. Daar is bij mij ook mee begonnen, met mijn bloggernetwerk. Maar het geldt ook voor heel veel andere branches. Of je nou dus een webshop hebt, of je in de coaching business zit, of je in de beauty business zit, dus een eigen beauty salon hebt. Misschien zit je in de interieur business, ben je interieurstylist of ben je juist kunstenares, fotografen. Ik noem maar op. In al deze branches, en ik weet zeker ook voor jou, is influencer marketing mogelijk en mega interessant. Het is een betaalbare vorm van marketing en ik denk een hele onderschatte vorm van marketing. Ik merk dat heel weinig bedrijven nog de waarde inzien van influencer marketing. Die denken, ik wil alleen maar een gratis product aanbieden, maar ik heb zoveel betaalde samenwerkingen gehad die terugkwamen omdat zij beseffen en hebben ervaren, als je betaalt, dan betaalt dat zich terug. When you pay attention, de influencer waar je mee samenwerkt, maak daar echt werk van en die zorgt ervoor dat jij op een goede manier gepromoot wordt. Dus in plaats van dat je denkt van, nou, ik stuur gewoon gratis producten op, ik hoop maar dat er iets voor terugkomt. De influencer heeft er ook jaren voor gedaan om dit bereik op te bouwen, heeft er ook geld en tijd in geïnvesteerd. Dat is wat waard. Als jij dit gaat zien en gaat ervaren, ga je het nog veel vaker inzetten. Ik heb nu meerdere klanten heb ik ook hier al in geadviseerd en ze hebben het gedaan. En ik ben natuurlijk zelf ook, ik ben business coach, maar ik ben tegelijkertijd stiekem ook wel een beetje influencer van mijn klanten. Want ik promote vaak ook mijn klanten stiekem in mijn stories. Of stiekem, dat doe ik helemaal niet stiekem, dat doe ik met liefde. Ik help graag ondernemers groeien. Dat is wat ik leuk vind om te doen. En influencer marketing is helemaal niet mijn business model. Maar soms word ik nog benaderd en ja, in alle eerlijkheid vind ik het ook geweldig om mijn klanten te helpen groeien. Ook door hun even een shout-out te geven op mijn stories. En ze zeggen ook allemaal, jemig. Het is echt ongelooflijk hoeveel volgers en klanten ik erbij kan krijgen. En besef je ook, als het niet direct klanten worden, geef het de tijd. Geef het de tijd. Mensen hebben gewoon gemiddeld 6 tot 8 momenten nodig. Contactmomenten voordat ze overgaan tot aankoop. Dus als ze je vervolgens gaan volgen, is dat gewoon mega waardevol. En kopen ze misschien in de toekomst iets. Bedenk je wat het allemaal kost als je dit bereik wil opbouwen door bijvoorbeeld het alleen maar in marketing te steken in de vorm van advertenties. Die kunnen mega win-win-win-win-win situatie van maken door niet alleen promotie te krijgen, maar ook direct content voor bijvoorbeeld je Instagram feed, voor je andere kanalen. Door dus gebruik te maken van hun extra bereik. Je kunt zelf hun content doorplaatsen op je eigen account. Er zijn genoeg mogelijkheden om er een win-win-win-win situatie van te maken. Je kunt adverteren met hun content. Want ja, het werkt gewoon beter als iemand anders zegt hoe goed je bent, hoe leuk je bent, dan wanneer je het zelf doet. Je kunt influencer marketing heel groot zien, maar je kunt het ook klein maken. Zeker ook voor lokale bedrijven. Dus bestaande klanten gebruiken als ambassadeur, ex-klanten gebruiken.
belangrijk als je aan de slag gaat met influencer marketing. Meten is weten ook. Dus zorg dat je iets kan meten. Maak een soort nulpuntmeting. Hoeveel volgers heb je bijvoorbeeld voordat je mee aan de slag gaat? Hoeveel heeft het je opgeleverd? Je kunt ook daadwerkelijk met kortingscodes werken, met meetbare linkjes, met een commissiemodel. Je kunt afspraken maken met fixed fee. Fixed fees, dus betaalde, dus dat je van tevoren een vergoeding afspreekt. Je kan ook zeggen van nou, we doen een influencer marketing, of we doen een affiliate marketing samenwerking, affiliate campagne. Dus dan krijg je commissie. Dus voor elke klant die degene waarmee je samenwerkt aanbrengt, krijgt diegene dan bijvoorbeeld 10% commissie, 25%, 50%. En ja, weet je, en daarvan denk ik ook. Die commissies die zijn soms zo laag, dat gaat echt helemaal nergens over. Terwijl ik weet, bijvoorbeeld Marie Forleo, business coach uit Amerika, die rekent gewoon 50% affiliate fee. Als ik haar programma verkoop van 2000 euro en ik daar dus klanten voor haar mee regel, kost daar helemaal niks, krijg ik gewoon 1000 euro. 50%. Ja, maar hallo, zij heeft er niks voor hoeven doen. Ik doe al het werk. Dus wees ook niet daarin dat je te denkt van, oh ja, maar dat is veel te hoge fee. Ja, ga zelf maar eens zorgen dat je al die klanten zo makkelijk krijgt. Het is gewoon geld waard. Dus zie de waarde in van dit bereik van deze persoon en deze promotie. Lange termijn samenwerkingen werken vaak beter. Geef de influencer waar je mee samenwerkt ook de vrijheid om zelf content te maken. Niet te strakke briefing zou ik willen adviseren, want dan voelt het niet meer authentiek. En dat is juist de kracht van influencer marketing. En natuurlijk personal branding, waar het weer allemaal samenkomt. Waar ik voor sta. Waar ik ook mijn coaches heel erg op hamer altijd. Wees jezelf. Zorg dat je zichtbaar bent op jouw eigen unieke manier. Dat voelen je volgers. En daarmee ga jij dat vertrouwen opbouwen. En ga je ervoor zorgen dat je klanten krijgt. Dus dat, ik denk dat ik het daarbij laat. Ik ga eventjes nog wat delen voordat we doorgaan naar de Q&A. Hebben jullie vragen? Want misschien zijn er ook wel helemaal geen vragen. Ik ben weer mega overdelivered, zoals ik altijd doe. Zoveel gratis tips weggegeven. En ik weet zeker dat je er hier echt iets uit kan halen. Dus misschien zijn al je vragen al wel beantwoord. Maar belangrijk, daarmee ga ik afsluiten. Belangrijk. Als jij met influencer marketing aan de slag gaat, zorg ervoor dat je eigen marketing en branding op orde is. Dus als iemand anders promotie voor je maakt, bijvoorbeeld link naar je Instagram, zorg ervoor dat je Instagram feed er goed uitziet. Dat dat helemaal aansluit bij wie jij bent en wat je doet. En dat je dus ook consistent zichtbaar bent. Want ja, je krijgt er allemaal volgers bij. Maar ja, je wil ook van die volgers klanten maken. Dus daarvoor is het weer heel belangrijk dat je een eigen strategie hebt voor Instagram. En dat je zichtbaar bent. En dat je weet wat je moet plaatsen. Heb jij dat? Of zeg je van, nou, mijn Instagram-account is nog niet helemaal op orde. Daar kan ik ook nog wel wat tips voor gebruiken. Nou, dan wil ik jou heel graag helpen. Ik heb namelijk een heel programma daarvoor gemaakt. Daar heb ik al meer dan 500 ondernemers mee geholpen. Dat is namelijk mijn Insta-branding-programma. Daarin deel ik mijn Insta-branding-methode. Een methode die ik zelf heb ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring. Om te groeien op Instagram, om echt een personal brand te worden, om een merk te worden op Instagram. Ja, zodat je dus moeiteloos nieuwe volgers gaat krijgen, klanten gaat aantrekken, ook vanuit Instagram, en weet wat je moet delen. Dat je niet meer elke keer met je handen in het haar zit van shit, wat moet ik nu weer op Instagram doen? Instagram gaat leuk worden voor je. Je gaat ervoor zorgen dat het echt gaat groeien. En Rosmoline Jewelry zegt, ja, ons ook heel erg mee geholpen. Echt een aanrader om dit te doen bij Malou. Dankjewel, super, super lief. Heel erg leuk om te horen. Influencer marketing. Zij is ook een influencer voor mij op dit moment. En
Dit is ook echt een note to self, want ik weet zeker dat ik ook veel meer kan doen met mijn bestaande klanten. Als je nu kijkt en denkt, Marlou, ik ben een super tevreden klant van jou. Ik wil wel reclame voor je maken. Zullen we een samenwerking aangaan? Mail me even, info@marlou.nl, want daar sta ik zeker voor open. En mijn Insta Branding programma, dit is echt, echt eenmalig. De mensen die nu live kijken, pak deze kans. Deze training is namelijk ter waarde van 1000 euro. En ik heb er al zoveel ondernemers mee geholpen. Jij kan nu op dit moment instappen voor slechts 475 euro. 475 euro. En ook dit is weer een investering. Zie het als een investering en niet als een kostenpost. Want hoeveel gaat het je opleveren als jij eenmalig even met je Instagram aan de slag gaat. En er vervolgens moeiteloos content op plaatst en nieuwe volgers krijgt. En daarvan klanten maakt. Dus dit is het aanbod wat ik voor je heb. Heb je een link, zie ik al. Jazeker, ik ga hem eventjes ondertussen hier delen. Het is marlou.nl/instabranding. Echt eenmalig, echt een mega korting die ik nog nooit eerder heb gegeven. Maar ik vind het superleuk dat je hier bent. Dat je naar mijn tips hebt geluisterd. En als je dit al waardevol vond, hou je vast. Want dit Insta Branding programma is nog veel waardevoller. Het is een 6-weekse online training. Je kan hem helemaal in je eigen tijd volgen. En met videolessen, zoals ik nu dus ook op video teach. Maar daarnaast krijg je een heel uitgebreid werkboek. Dus je gaat ook echt met opdrachten aan de slag. Je gaat er dus ook achter komen wie jouw ideale volger is. Dus vervolgens, als je dan wel iets wil doen met influencer marketing, weet je precies wat voor influencers je moet gaan vinden. Wat jammer, Marieke, dat je... Marieke zegt, ik heb de Insta Branding cursus ook gevolgd. Super de cursus. Ik heb alleen niets meer mee gedaan, want ik ben mijn onderneming gestopt. Wat super jammer, zeg. Waarom ben je gestopt met je onderneming? Misschien had je niet helemaal de juiste richting gekozen. Dat kan natuurlijk. En kun je de training alsnog gebruiken voor een andere richting? Dat zou natuurlijk helemaal top zijn. Je kunt de training dus in je eigen tijd volgen. Er staat 6 weken voor, maar als je zegt van nou, ik heb meer tijd, ik ga er nu in de zomer gewoon eventjes volle bak voor. Doe dat, gebruik de tijd. En er zit een besloten Facebook community bij, daar kom je in. En kun je nog vragen stellen. Je krijgt nog toegang tot de calls, de Insta Branding calls, met ook een Insta Branding expert nog weer. En ik help je heel graag om op deze manier nog meer uit je Instagram te halen. Dus heb je nog vragen? Ik ben er nu nog even. Ik ga zo heel veel wat drinken pakken. Je kunt dus nu instappen voor slechts 475 euro in mijn Insta Branding programma in plaats van 1000 euro. Maak gebruik van deze actie. Check marlou.nl/instabranding. En ik ben zo bij jullie terug voor nog wat voor de Q&A. Dus dan ga ik nog wat vragen van jullie beantwoorden. Ik laat hem gewoon aanstaan. Tot zo. Oh ja. En dit is ook het moment om je dus nu even aan te melden voor mijn Insta Branding programma. Hè? Dat snap je. Dit is de laatste kans dit jaar. De deuren sluiten. Dus meld je aan. Tot zo. Alright, ik ben even terug. Dat was snel een bakje drinken pakken. Is het ook handig voor marketingstudent? Begin wel met ondernemen? Jazeker. De Insta Branding Training is zowel voor startende ondernemers als ondernemers die al een tijdje bezig zijn. En zeker als je nog in de opstartfase zit, is dit een heel mooi begin. Dan kun je dus direct gewoon starten met een hele goede strategie voor je Instagram feed. Dus absoluut handig. Ja, je houdt gewoon toegang tot de cursus, dus zeker weten. En je kunt dus ook later nog weer terugkijken als je zegt van nou, ik heb nu geen tijd om de training te volgen. Maar wel op een later moment, dan kun je nog op een later moment de video's natuurlijk ook nog terugkijken. Dus absoluut.
Voor wie is de Insta Branding Cursus en voor wie is eigenlijk influencer marketing? Ik doe maar even twee vragen in één, want eigenlijk komt het heel erg overeen. Persoonlijk richt ik mij heel erg veel op creatieve ondernemers. Ondernemers dus in de creatieve branche. Dus dat zijn vaak ondernemers die bijvoorbeeld fotograaf zijn. Of ondernemers in de fashion of in beauty ook. Daar ben je ook lekker aan het creëren natuurlijk. Webshop-eigenaren. Maar ja... Niet alleen maar. Eigenlijk ja, dat is wel de groep ondernemers waar ik het liefst mee werk. En sowieso is training alleen voor ondernemers die ambitieus zijn, die willen groeien. Die net als ik zoiets hebben van yes, ik ga ervoor. Ik wil gewoon echt een succesvol bedrijf op mijn voorwaarden, moeiteloos. Ik ben iemand, als je mij volgt, dan weet je dat ik het super... Ja, ik geniet gewoon van het ondernemen, maar niet ten koste van alles. Ik heb mijn bedrijf echt gebouwd op mijn eigen voorwaarden. Een van mijn belangrijkste kernwaarden is vrijheid. En dat betekent dus dat ik geen uren op Instagram wil zitten. Normaal gesproken maximaal een half uur per dag. Vandaag een uitzondering vanwege deze live sessie. Maar weet dat ik graag met ondernemers werk die net als ik de balans ook belangrijk vinden. Dus succesvol bedrijf zonder zichzelf voorbij te lopen en ook echt die vrijheid kunnen gaan ervaren. En dat kan ook gewoon als je dus een goede strategie hebt en als je met de juiste marketing tools gaat werken. En personal branding is dus daarbij iets wat je heel erg kan gaan helpen. In het begin vond ik dat ook doodeng. Geloof mij, ik ging echt niet zo moeiteloos en makkelijk maar voor de camera verschijnen. Dat was spannend, maar ik ben wel over die drempel heen gestapt. En ik ga jou ook helpen om over die drempel heen te stappen. Straks geef jij ook moeiteloos dit soort mooie live sessies. Kan jij je kennis delen of wat je ook te delen hebt. Je hebt iets te delen, daarom ben je ondernemer geworden. En pak je podium. Als jij je nu inschrijft voor mijn Insta Branding programma, krijg je ook nog eens mijn Doe je Drempel cursus er gratis bij. Dus dat is de cursus waarin ik jou echt leer om over die drempel heen te stappen. Om over die zichtbaarheidsdrempel heen te stappen. Dus als jij iemand bent die zegt van... Ja, maar Malou, ik durf het niet. Dit is niks voor mij. Ik vind het doodeng. Juist dan, stap in. Want ik ga je echt helpen om er overheen te stappen. En ik begon deze live sessie natuurlijk ook met een verhaal over iemand die mij op Tesla herkende. Die ook mijn Insta Branding programma had gedaan. En die zei ook van... Het is zo leuk, want Ik vond het ook spannend. Maar door jou, ik leer ook hele praktische dingen. Hè? Ook hoe je bijvoorbeeld mooie selfies maakt. Hoe, ik zie soms mensen die filmen echt van zo, weet je wel. Maar hoe doe je dat nou? Hoe zorg je er nou voor dat het er ook een beetje goed uit de verf komt? Dus dat leer ik je ook. Ik ga heel even kijken wat ik nog kwijt kan over de Insta branding. Hey Sabine, joehoe, hallo, wat leuk. Sabine zit in mijn MBB Mastery traject, dus die kan dit toch nog even aansluiten. Sabine, we zijn aan het einde gekomen, maar ik heb eventjes nog verteld dat ik mijn Insta Branding training nu een heel mooi aanbod voor heb voor de ondernemers die willen groeien op Instagram. Marloe.nl/Insta Branding, waarbij ik de ondernemers dus help, zoals jij, want jij hebt Insta Branding training als het goed is ook gedaan, online zichtbaar te worden, een strategie te ontwikkelen, erachter te komen voor wie ze er eigenlijk zijn. Een duidelijke strategie waarmee zij moeiteloos klanten gaan aantrekken. Makkelijk content gaan maken. Heel veel content tips zitten erin. Fotografie tips. Nog zoveel meer. Dus wil je groeien op Instagram? Heb je zoiets van, ik wil weer iets met influencer marketing gaan doen. Ik heb superveel aan je tips gehad, Marloe. Maar eigenlijk moet ik mijn eigen Instagram ook nog even op orde hebben. Zorg dan dat je je aanmeldt voor mijn Insta Branding programma. Laatste kans. Nu slechts 4,75 in plaats van 1000 euro. Dus doe dat. En dan ga ik nu afsluiten. Ik ga nog wel even kijken of ik nog wat vragen kan beantwoorden. Die ik nog niet heb beantwoord. Wat is een redelijke fixed fee voor een samenwerking met de influencer? Ja, dat hangt dus helemaal af van het bereik van de influencer. En wat het je op kan leveren. Dus dat is iets wat je ook moet gaan testen. En wat de influencer zelf vraagt. Het is bij mij heel erg afhankelijk. Meestal vanaf een eurotje of 600.
Zoals ik in de live sessie ook al zei, ik heb zelf afgelopen jaar een ton aan marketinggeld besteed, een ton aan advertenties. Heel veel geld heeft me ook heel veel klanten opgeleverd. Maar ik denk dat als ik meer met influencer marketing had gedaan, dat het veel goedkoper was geweest. En had ik daardoor meer klanten kunnen krijgen ook. Dus daarin is het ook gewoon een beetje zoeken. Weet je, probeer gewoon wat verschillende dingen uit. En vraag ook influencers of ze cases hebben, succesvolle cases. En of je een beetje inzicht kan hebben in het bereik en wat het je op kan leveren. Dus vraag ook die statistiek op. Nou, super mooi Sabine ook om te horen dat jij Insta Branding ook zo waardevol vond. En dat je heel veel inzicht, tenminste ik neem aan dat het hierover gaat. Ik ga afsluiten, ik vond het heel erg leuk om jullie zo live deze kennis te kunnen delen. Ik wens jullie een fijne avond, heel leuk dat jullie er waren. Laat me ook zeker even weten hoe je deze live vond, of je er wat uit hebt gehaald. En misschien tot in mijn Insta Branding training, marloek.nl/Insta Branding, voor de aanbieding die ik nog vandaag voor je heb. En dan hoop ik je te zien daar. En anders, ergens anders een andere keer. Misschien een keer in een ander traject van mij. Ik heb nog 3 plekjes voor mijn nieuwe mastermind traject. Check even mijn website voor mijn aanbod. En voel of het iets voor jou is. Voel of het iets voor jou is. Ik vind het zo leuk om ondernemers zoals jou te helpen groeien. Dus tot ooit. Tot ziens. Tot snel. We zien het wel.